Robbie Jalving, zijn dit voor een derde keeper lekkere potjes? Ja, dat zijn heerlijke potjes. Lang niet gespeeld. Ja, keek alweer uit naar een wedstrijd. En ja, dan hoor je vorige week dat je mag spelen. En dan, ja, en dan mag je aan de bak. Tegen een leuke tegenstander, denk ik. We hebben al eerder tegen gespeeld. Dus we wisten ook wel wat van ze. Maar ja, leuke wedstrijd. Ja, is dat echt iets waar je ook dagenlang al naar uitkijkt? Van maandag mag ik weer? Ja, vanaf donderdag kwam Brian volgens mij naar me toe. En ja, hij zei, je gaat spelen aankomende week. Toen had ik al meteen zoiets van, ja, hè, eindelijk. Eindelijk weer een wedstrijd. Ja, en dan leef je daar ook eigenlijk wel een beetje naartoe. Ja, en op een dag als vandaag gewoon relaxed. Ja, gewoon mijn ding doen waar ik ervoor sta. En ja, dat resulteert in een 3-0 overwinning. Ja, je weet dat je dan dat je derde keeper bent, dat je dan minder speelt dan de eerste keeper bijvoorbeeld. Ja. Ja, hoe ga je daarmee om? Zie jij het ook echt als een ontwikkeling voor jezelf? Ik zie het inderdaad als een ontwikkeling voor mezelf. Daarom ben ik hier ook gekomen. Ja, om ook veel te spelen. Ik speel nu al heel veel, vorig seizoen bijvoorbeeld heel veel wedstrijden gespeeld. Dit seizoen wat minder. Maar ja, op trainingen laat ik mezelf ook zien. Ik probeer gewoon mijn ding te doen, de groep te helpen. En dat zie je ook in deze wedstrijd, jongens die bijna aansluiten of bijna basis gaan spelen. Denk je dat je wel een hele goede selectie hebt momenteel. Ja, en daar ben ik ook onderdeel van. Ja, nu als derde keeper. Maar goed, ik wacht gewoon op mijn kans en dan de kans gaat vanzelf komen. Ja, vanmiddag de pot tegen de Graafschap. Hoe kijk jij terug op dat duel? Vond het een open wedstrijd. Waar we aan de bal tot aan de middenlijn goed waren. Daarna creëerden we, vond ik, wat weinig kansen. We hadden daar persoonlijk meer mee kunnen doen. Ja, na rust vond ik dat we beter uit de kleedkamer kwamen. De Graafschap gaf wat meer druk, waardoor er meer ruimtes kwamen op middenveld. Ja, dat resulteert in 2 goals in de tweede helft. Ja, dus goede overwinning vind ik wel. Als je persoonlijk kijkt naar je eigen spel? Persoonlijk naar mijn eigen spel vond ik me aan de bal heel sterk vandaag. Nog een goede redding in de tweede helft, waardoor het niet 1-1 wordt. Maar we gewoon vol blijven staan. En daarna, 10 minuten later geloof ik, de 2-0 maken. Dat is natuurlijk een heerlijk gevoel. Ja, al met al een goede wedstrijd vind ik ook als team. Nou, de jongens die zijn gebleven was natuurlijk ook mooi van de basiself. Ja, dus dat hoort er natuurlijk ook bij. Dat laat ook wel zien dat we een groep zijn. Ja, nog even terug naar die redding. Dat zei je al. Kun je die nog even beschrijven hoe dat ging? Ja, het was volgens mij een steekbal vanaf het middenveld. Ja, de buitenspeler van hun die kwam 1-1 met Matteo. Matteo die kwam volgens mij een beetje vanaf de binnenkant. Ja, en hij schoot hem zo ineens uit de onverwachte hoek. Ik had hem eigenlijk een beetje links verwacht. Dat hij mij in de korte hoek schoot, omdat Matteo hem best goed dichtliep. Maar hij schoot hem toch rechts en uit reactie kon ik hem nog goed redden. Ja, dat was gewoon een goede redding. En daar sta ik ervoor natuurlijk. Ja, en uiteindelijk de 0 gehouden. Hoe lekker is dat? Dat is ook wel lekker. Voor de groep vooral, voor mij ook. Lekker om een keer de 0 te houden en dan weer door te bouwen. Ja, je zegt al doorbouwen. Het seizoen duurt natuurlijk nog lang. Hoop je op meer van dit soort wedstrijden? Ik hoop zeker meer van dit soort wedstrijden. Ik wil mezelf gewoon laten zien. Minuten maken, dat is voor een keeper heel belangrijk. Ook al speel je niet wekelijks. Ik vind het wel lekker om gewoon lekker te spelen, 90 minuten. Ja, en de ene week is dat, of het ene moment van het jaar is dat veel meer. Nu hebben we dan toevallig een oefenwedstrijd gehad, maar het was voor mij 3 maanden geleden, denk ik, dat ik voor het laatst echt een wedstrijd gespeeld heb. Dus dat is wel een poosje. Maar des te lekkerder is het dan om 3-0 te winnen en de 0 te houden.